3500 deelnemers vandaag aan de start van deze 8e editie. Gezellig met de broer weer eens een wedstrijdje doen of een toertochtje doen. Dus dat, ja. Ik kan maar weten de eerste zijn bij de start. Ja, precies. Kom je gelijk mooi op de foto's ook. Het is weer een ouderwets druk sportweekend in Zandvoort. Hier op het circuit van Zandvoort starten de eerste evenementen van sportorganisatie Le Champion weer. Het mag weer, we mogen weer. Eindelijk na 2 hele moeilijke jaren mogen we eindelijk weer los. En het is fantastisch om hier te zijn met ook nog eens gisteren al een heel mooi evenement. En vandaag de fietsers zijn net weg. Zometeen nog heel veel lopers die gaan starten. Dus prachtig dat dit weer kan. Eindelijk kan er weer een koers worden gereden waarbij de tijden gelden. Ik neem aan dat jullie wel gefietst hebben de afgelopen jaren. Weinig. Ja. Dus dit is eigenlijk de eerste pittige weer, zeg maar. Ja. Ja. Toch wel een beetje getraind, wel een beetje rondjes gedraaid? Heel klein beetje. Ik dan zelf voor mezelf sprekend binnenhuis, een klein beetje. Ja, normaal rij je voor jezelf een beetje een rondje om te trainen. En nou is het gewoon iets meer. Ja. Voor het echi, wie het eerst weer terug is? Nou, nee. Het moet wel normaal blijven. Dus het wordt toch een uitdaging vandaag. Dus je haalt de finish wel? Uiteindelijk wel, ja hoor. Al is het kruipend, kom terug. Dus, Er worden al fotootjes gemaakt hier zo van de start, al fietsend. We hebben de afgelopen maanden nog wel een paar moeten aflasten. Bijvoorbeeld de halve van Egmond, goed uit Schorel, is helaas net niet door kunnen gaan. Maar goed, laten we niet kijken naar wat er allemaal niet is doorgegaan. We gaan vooral kijken naar wat er nu weer wel gebeurt.